omgekeerd. Via Eindhoven naar Breda. De zon schijnt wel. Vandaag hebben we een heel mooi event in Breda. Ik ben mee met die heeft een clubje opgericht. En wij zorgen dat ze daar heerlijke cold drip koffie met tonic krijgen te drinken. En die cold drip ga ik nu even ophalen in Eindhoven bij Koffieland. Sessie doen, dan kan met 2 personen, kan met 4 personen, maar we doen het hier ook met 200 personen, soms wel 300 personen. Ik ben er gewoon trots op eigenlijk. Ontmoet Mehmet. Hoi. Mehmet is een gepassioneerde vogel, die heeft het voor elkaar gekregen om hier in Sperium in Breda 200 food professionals binnen te krijgen. En dat is op zich al een hele tour, helemaal omdat ze vanmiddag ook al rond heeft geleid bij Febo, Bavaria, Douwe Egberts, Koppert Kres, allemaal topbedrijven die die mensen hebben ontvangen. Maar hij zit natuurlijk op zijn zolderkamer elke avond dit te regelen voor Jan Doedel. Dus ik vond even dat ik aan Mehmet moet vragen, waarom doe jij dit? Omdat ik het leuk vind, ten eerste. En ik vind gewoon echt dat we de samenwerking moeten gaan stimuleren en met z'n allen gewoon meer dingen moeten gaan doen. De oplossingen die liggen gewoon voor het oprapen. En dat kan alleen als we mensen bij elkaar brengen. En dat vind ik gewoon fantastisch om te doen. Ik loop hier over de catwalk. Kijk maar. En die catwalk die loopt door het hele pand van satellietmeubelen heen. En horeca, wat vroeger ingericht, traditionele stoelen, traditionele tafels. Maar ook bij satellietmeubelen houden ze van het alternatief. En als je dan bijvoorbeeld in Milaan bent geweest dit jaar, op de meubelbeurs, of de interieurbeurs, dan zie je dit. En hebben ze net hier een nieuwe ruimte ingericht. Het is misschien een beetje zoet en roze. Dat salonsfeertje. Echt een toptent. Nou, en de eigenaar hiervan, de oprichter, Christian Brouwers, die heeft dus gedacht van ik ga een ruimte erbij organiseren, dat noem ik het Inspirium. Wat hoor ik ondernemers moeten gewoon geïnspireerd worden. Nou, en in het Inspirium heb ik dus samen met Marco Woutstra een inspiratielab. En met Inspiratielab, daar fabriceren wij inspirerende dingen. En dat uitzicht dan in tours, of in presentaties, of in sessies, of wat dan ook. En met z'n allen proberen we gewoon de horeca een stukje mooier te maken. En wij proberen de koffie een stukje mooier te maken. Wil jij koffie met tonic? Paddenstoelen, 200 kilo per week. Ja, bijna 2000. Sorry, hoeveel paddenstoelen zitten er in 2000 kilo? Een grote tros is zo'n 500 gram. De grote ballon, zeg maar. En die proef je voor het eerst geleden koude koffie. Cold drip koffie met tonic. Gewenste koude koffie. Ja. Dingen. Drie dingen, beleving versus geen beleving, juist er tegenin gaan. Het tweede ding is, iedereen is jong, of tenminste elk consument voelt zich jong. En de derde, virtual reality, dat is de derde. Die drie dingen, dat is voor nu de trend waar ik bij mijn onderzoek op
Zit je nou de hele tijd naar jezelf te kijken? Nee, ik zit heel naar jou te kijken. Ik sta hier, hè? Ja. Dit is Wouter. Ik heb het vaak over hem gehad in de combinatie met de Inspiratielab, dat is waar we nu staan. Ik noem altijd de grote Wouter daar, ik snap nu wel. Maar je hebt ook al, die is vele malen belangrijk en creatiever dan deze Wouter. Waar Marco kan rekenen, dat is ook belangrijk. Oh.